ik ben nog geen man, maar alsjeblieft. En veel plezier ermee. Ietsje nog kantelen naar mij? Nog meer? Ja, perfect. Merci. U bent? Ik ben Rob Brandjes. En de langste man van Nederland? Dat zeggen ze mij inmiddels denk ik niet meer, maar 2,21 is wel een behoorlijke lengte. Wat brengt die lengte nou eigenlijk allemaal voor toestanden teweeg? Want ik bedoel, een auto instappen of iets, een bed enzovoort, alles is duur. Ja, alle standaard materiaal is over het algemeen niet geschikt. En wordt geschikt gemaakt, dan is het over het algemeen wel eens te duur. Ja, je bent zo 10, 15, 20% ben je meer kwijt dan een ander. En hoe lost u dat nou op? Sparen in sommige gevallen. En naar speciale zaken die er wel rekening mee houden, die soms een wat betere prijsstelling hebben. Maar er wordt niet voor u gezorgd? Nee, je moet allemaal zelf doen. Dat doen we ook via een vereniging, via een koepelorganisatie en nu ook via een Europese organisatie. Dus dat gaat niet vanzelf. Hoe groot is uw vrouw? Mijn vrouw is 1,72, dus gemiddeld groot. Maar naast mij lijkt ze klein. Wel als ik dus naast Sultan klein lijk. Schoenen, want u hebt net een paar schoenen gekregen, maar die waren te groot, hè? Nee, maar 52 zijn die. Die zijn van mij goed. En Wessels, die kent mij goed. En die heeft een fotografisch geheugen blijkbaar voor voeten. Want die schoenen voor Sultan, die zijn ook precies pas. Die van mij zijn zeker goed. Ik weet het 100% zeker. Er is dus een reuze schoenenmaker, gelukkig. Dus hij maakt de grootste schoenen ter wereld. Hij staat dus ook in het Guinness Book of Records. En die jongen die heeft een schoenenzaak net over de grens in Duitsland. Ja, en dan kan hij eigenlijk alles kopen wat je zou willen. Wat is het grootste probleem voor u? Gezondheid momenteel. Dus ik loop tegen de 60 en ik merk nu dat het lichaam wat begint te donderjagen. Maar als het gaat om mobiliteit, dus het vervoer, het transport via het water of via de lucht of via de auto. En wat is het leukste aan lang zijn? Belangstelling, toch wel hoor. De belangstelling. Je kan prima filteren wat je wel niet leuk vindt. Dus en jij staat overal vooraan. Je hoeft nergens op je beurt te wachten. Je mag vaak voor. Het heeft wel voordelen. Moet klommen ze eens. Ik ben gelukkig. Ja. Vindt u het niet vervelend om zo'n bezienswaardigheid te zijn? İnsanların size sürekli bakması sizi rahatsız etmiyor mu? Yok, insanlar bakmasından dolayı hiç rahatsız olmuyorum kesinlikle. Helemaal niet vervelend. Wat zijn de nadelen? Want hij kan niet met een vliegtuig, een auto. Hoe gaat het met vervoer? Uzun olmanın zararları ne diyor? Uçakla gidemezsiniz veya arabayla gidemezsiniz. Yani ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz? Kendime göre elbise, ayakkabı bulamıyorum. Ik kan heel moeilijk schoen of kleding voor mezelf vinden. Ik kan niet met de taxi gaan. Het is heel moeilijk om door de deur te gaan. Hoe zit het met het liefdesleven? Aşk hayatınız nasıl? Aşk hayatım yani ondan dolayı bir arkadaşım olmadı. Wegens mijn lengte heb ik nooit een vriendin gehad. Dat is wel triest.
Zou je delen? Ja. Zeker trust. Dan nog, hoe zit het medisch? Gaat het allemaal wel goed? Sağlık durumunuz nasıl? Her şey yolunda gidiyor mu? Ik heb zeker gezondheidsproblemen. Ik moet levenslang medicijnen gebruiken. Doordat ik geopereerd ben aan mijn gewrichten, moet ik fysiotherapie hebben. Ik heb hopelijk is er een sponsor die me daarin kan steunen en dat ik dit therapie krijg. Ja, misschien het Guinness Book of Records wel. Belki de diyor Guinness Book of Records sponsor olarak. Hopelijk is er wel iemand, zal er iemand zijn. Ja, ik vind dat. Is hij gelukkig? Mutlu musunuz? Ik ben gelukkig. Ja. Helemaal mooi. Dit momentje. Die handen. Dit is uw koffer met speciale schoenen. Wie bent u? Mijn naam is Georg Vessels. Ik kom uit Vreden of uit Zutphen en heb daar schoenenzaken alleen voor grote maten. Ja, dit is wel heel erg groot. U hebt net schoenen uitgedeeld en die waren welke maten respectievelijk? Dat was maat 60 voor Zultaan. En voor Rob Bruintjes maat 52. Die heeft kleine maten. Ja, als hij in Vreden komt, dan moet hij bij mij in de kinderafdeling. Maar u bent een specialist in reuzenschoenen en reuzen. U kent ze over de hele wereld? Ja, ik ken alle reuzen wereldwijd, ja. Hoe bent u daar zo in verzeild geraakt? Nou, ik doe al 30 jaar niet anders. We maken al 30 jaar voor de grootste mensen ter wereld de schoenen. En hoe komt u daarbij? Nou, hoe kom ik daarbij? Ik heb volgens mij 30 jaar geleden ooit een keer een tentoonstelling gezien over de reus van Rotterdam in Waalwijk in het Nederlandse Schoenenmuseum. En daar stonden kleren en schoenen van de reus van Rotterdam, die had ook maat 60. En toen ben ik eigenlijk op het idee gekomen, maar mijn ouders, mijn vader vooral, die maakte ook al schoenen voor reuzen. En ik ben helemaal gaan specialiseren, dus ik doe helemaal niet anders. Is Zultaan een vriendelijke reus? Ik ken alleen maar vriendelijke reuzen. Het nadeel is wel, het is toch zielig, hè? Nou, het is heel erg zielig, ja, dat klopt. Geen vrouw, niet normaal kunnen reizen, geen normaal bed, geen normale kleding. Alles is duur, niemand helpt. Ja, het is heel triest. Ze zijn, moet ik in het Duits zeggen, want het schiet me zo snel in het Nederlands niet te binnen. Maar hij is gevangen in zijn eigen körper. Hij zou het lichaam wel uit willen, maar hij kan het niet. Hij is gevangen in zijn eigen lichamelijke handicap. Ja, precies, ja. Hij is gevangen in zijn eigen lichaam, ja. Die schoenen zijn heel erg duur. Nou, ze kosten niks, ze krijgen de schoenen gratis.